Dag 672. Vandaag zijn er veel updates uit het Zuidoosten. Allereerst wat betreft de aanval van gisteren laten openbaar beschikbare satellietbeelden duidelijk zien dat het Russische oorlogsschip fatale schade heeft opgelopen. Bovendien is ook te zien dat de secundaire ontploffing van de explosieven aan boord aanzienlijke schade heeft toegebracht aan de omliggende haveninfrastructuur en enkele omliggende schepen. Woordvoerder van de Oekraïense marine, Dmitro Pletentchuk, verklaarde dat bij de aanval tot wel 80 Russische militairen waren omgekomen. Het Russische ministerie van Defensie meldde dat echter alleen één persoon omkwam en twee gewond waren geraakt. Vanochtend werden er 33 personen als vermist gemeld en 19 als gewond. Sommige bronnen vermelden ook dat het oorlogsschip naast artilleriegranaten en raket-artillerierakketten deze ook minstens twee kalibertype raketten en vier KAB-500 luchtbommen vervoerde. Russische analisten uiten hun ongenoegen over dat de lading van het schip was gelekt en legden de schuld bij Oekraïnse partizanen en drongen er bij het Russische leger op aan de Russische logistieke knooppunten te beveiligen, uit angst voor verdere aanvallen hierop. Ondertussen lekten Oekraïense partizanen van de Atesh groep nog meer beelden van Russische militaire ladingen. Dit keer in de buurt van havens in Evpatoria. Oekraïense partizanen onthulden dat de Russen Gvolzdika zelfrijdende houwwitsers over het spoor aan het vervoeren waren. Kort daarna onthulden Ateş partizanen dat ook nog een trein met militaire vrachtwagens en ander materieel via Jankoy werd vervoerd. Het lijkt er dus op dat de Russen niet alleen directe spoorverbindingen, maar ook hun vloot gebruiken om munitie en materieel naar de havens in de Krim te transporteren. Helaas voor de Russen delen Oekraïense partizanen details van deze transporten, waarop de Oekraïense strijdkrachten kunnen reageren met een aanval. Lokale bewoners van Armijansk en Tokmak melden dat ze s'nachts meerdere explosies hebben gehoord. Russische bronnen beweerden dat Oekraïnes een Himars aanval op de magazijnen in Armiansk en tenminste drie bases in Tokmak uitvoerden. Oekraïnse analisten verklaarden dat dit inderdaad het werk is van coördinatie tussen Oekraïnse partizanen en de Oekraïnse strijdkrachten. Aangezien de intenste gevechten in het oosten plaatsvinden, zien we hier ook de meeste aanvallen op de Russische logistiek. Vandaag verklaarde de commandant van de Oekraïnse Tavriisk-groep, Tarnovsky, dat de Russische pogingen om Avdiivka te veroveren tot nu toe nog steeds de belangrijkste offensieve operatie van de Russische strijdkrachten is. Hij verklaarde dat de Russen vrezen dat ze de kostbare frontale aanvallen op verstedelijkt gebied, zoals in Bakhmut, zouden moeten herhalen. En daarom proberen ze nog steeds Avdiivka te omzeilen en de stad te omsingelen. Tarnawski verklaarde dat de Russen ook voortdurend troepen overbrengen naar de richting van Avdiivka, voornamelijk gevangenen-detachementen, de stormzet-eenheden, om de aanvallen te ondersteunen door de Oekraïnse verdediging te verzachten, zoals de Wagner-groep dat deed in Bakhmut. Tot nu toe houden Oekraïners strakke controle over de linie. Zoals je je herinnert, vertelde ik in een vorig rapport dat Oekraïense troepen in Avdiivka een nieuwe lading drones hadden ontvangen. En deze levering kwam al snel goed van pas, omdat de Russen steeds meer tanks begonnen te gebruiken in hun hernieuwde golf aanvallen. Oekraïense special forces lieten zien hoe ze een Russische tank bij Krasnohorivka vernietigden, waarna de tank opging in een enorme explosie. Een andere tank werd door een drone geraakt terwijl deze naar de contactlijn reed om op Oekraïense posities te schieten. Na de impact verloor de bemanning de controle over de tank en reden ze in een kreppel. Later probeerde een andere Russische tank deze te bergen en weg te slepen, maar werd ook door een drone geraakt. Oekraïnse soldaten van de 116e brigade plaatsten ook een video waarin ze de laatste Russische gemechaniseerde aanval op Stepoven afsloegen. De Russische tanks werden geïmmobiliseerd door mijnen, neergelegd door drones en nadat de aanval was afgeslagen, kwamen de Oekraïense drones terug om de achtergelaten tanks af te maken. Andere eenheden plaatsten ook beelden van hun recente droneaanvallen en de vernietiging van de Russische gepanzerde personeelsdragers. Eén ging in zo'n krachtige explosie op dat de infanterie die onder en om het panzer heen school ook omkwamen. Een prominente Russische soldaat plaatste een video waarin hij het probleem uitte omtrent de Oekraïense droneaanvallen en zei dat ze de Oekraïense verdediging niet konden doorbreken vanwege de zwermen van Oekraïense drones. Hij zei dat zijn aanvalsunits zelden in volle kracht de frontlinie bereiken en dus hun potentiële aanvalskracht niet kunnen benutten. Om de Russische aanvallen verder te ondermijnen, richten Oekraïners zich ook op de Russische logistiek in de regio. Afgaande op Russische rapporten hebben Oekraïnse HIMARS-bemanningen hun inspanningen aanzienlijk uitgebreid, omdat ze in de afgelopen week tenminste vijf logistieke knooppunten hebben geraakt. Donetsk, Horlivka, Makiivka, Yasinovata en Ilovaisk. In Donetsk gaan de Oekraïners door met hun campagne gericht op Russische brandstofdepots. Onlangs troffen Oekraïners ook brandstofinfrastructuur in Makiivka, de tweelingstad van Donetsk. Oekraïners troffen ook een onbekend doelwit in Ilovaisk. Maar kijkend naar de brand, de rookpluimen en het feit dat Ilovaisk op slechts 15 kilometer afstand van Donetsk ligt, is het niet onwaarschijnlijk dat deze aanval ook deel uitmaakt van de Oekraïnse campagne om de Russen van brandstof te ontzien. Over het algemeen, terwijl de Russen proberen hun offensieve inspanningen langs de hele contactlijn op te voeren, proberen de Oekraïners de Russische logistiek te ondermijnen. Dit zal knelpunten en tekorten aan de frontlijn creëren, waardoor Russische offensieve operaties worden ondermijnd. Dus naast het vernietigen van Russische tanks aan het front richten Oekraïners zich ook op de Russische logistiek van de Krim en Taganrog tot Donetsk en Tokmak. Wegens succes is de aanbieding op de hele collectie dubbele vlaggen verlengd tot oud en nieuw. Dus als je je solidariteit voor dit kanaal. Samen met die voor Oekraïne wil tonen, is dit de ideale gelegenheid om een aankoop te doen in de online winkel. De link naar de webshop staat onder in de beschrijving. Bedankt voor het kijken. Like en abonneer voor meer dagelijkse updates uit Oekraïne en ik zie je in het volgende rapport.